Maak je klaar om versteld te staan terwijl we duiken in ongelofelijke dieren en momenten vastgelegd door vissers. Van prachtige dieren gevangen door vissers tot ruggengraten, koude ontmoetingen met monsters, elke openbaring zal je afvragen wat er in de diepte van de zee ligt. 10. Een enorm 9-voet wezen met vlijmscherpe tanden. Voor de kust van New South Wales maakte een ervaren Australische visser krantenkoppen met een vangst waar niemand in zou geloven als ze geen foto's hadden gezien. Aan de Pittwater Estuarium rivier ving de visser een enorm wezen van 274 centimeter lang met vlijmscherpe tanden. Het monsterlijke zeedier had een stomp gezicht en een angstaanjagend uiterlijk dat leek op een monster uit een horrorfilm. Jason Moyes, een ervaren visser, deelde de verbluffende foto's van het mysterieuze wezen op zijn Facebookpagina en uitte zijn verbazing omdat hij in zijn 50 jaar als commerciële visser nog nooit zo'n wezen had gezien. Jason omschreef het wezen als met enge ogen, een gapende mond en tanden die opgedraaide nagels leken en vermoedt dat het een paling van een onbekende soort zou kunnen zijn. 9. Wezen dat rechtop loopt onder een waterval. In de weelderige landschappen van Indonesië heeft de mysterieuze waarneming een wereldwijd debat aangewakkerd. Is Bigfoot, het legendarische wezen waarvan wordt geloofd dat het door het noordwesten van de Verenigde Staten zwerft, vastgelegd op video in Zuidoost-Azië? De beelden, gefilmd te midden van prachtige bergketens en neerstortende watervallen, tonen een mysterieuze figuur die opduikt uit de schaduwen van een grot, ogenschijnlijk op het water lopend terwijl het landschap doorkruist. Met een lengte van meer dan 244 centimeter, waarbij het zonlicht op zijn vorm schijnt, onthult het wezen zich kort voordat het uit het zicht verdwijnt. Naarmate de beelden zich over het internet verspreiden, raasde de speculatie. Hoewel sommige enthousiastelingen er snel van overtuigd waren dat het de ongrijpbare Bigfoot was, bleven anderen sceptisch en schreven de waarneming toe aan een internetgrap en eisten dat de authenticiteit van de video werd geverifieerd. 8. Een oude 16-voet halfblinde haai. Een team van onderzoekers dat tijgerhaaien bestudeerde voor de zuidelijke kust van Belize kon hun ogen niet geloven toen ze onverwacht een ander soort vis binnenhaalden. Terwijl ze tags aan het plaatsen waren op tijgerhaaien, haalden ze een Groenlandse haai binnen. Een soort die normaal gesproken in de Arctische regio wordt aangetroffen en bekend staat om zijn extreme levensduur. In eerste instantie schatten ze de Groenlandse haai verkeerd in als dood vanwege zijn ongebruikelijke uiterlijk. Zwart, versleten huid en bleekblauwe ogen. De onderzoekers waren geschokt toen het wezen tot leven kwam toen het de oppervlakte bereikte. Devanshi Kasana, een promovendus aan de Florida International University Predator Ecology and Conservation Lab, beschreef de ontmoeting als verrassend en verwarrend, waarbij de uniekheid van de waarneming werd benadrukt. 7. Goudvis van 31 kilogram. Bij het schilderachtige meer en de visvijver van Bluewater Lakes France begon de beroemde Britse visser Andy Hackett aan een zoektocht om een van de meest ongrijpbare prijzen in de geschiedenis van het vissen binnen te halen. Bekend als de wortel, weegt deze legendarische goudvis, een hybride van een lederen karper en een kooikarper, een verbazingwekkende 31 kilogram. De goudvis werd ongeveer 20 jaar geleden in een privégedeelte van het meer geplaatst als een uitdaging voor ervaren vissers om hun geluk te beproeven bij het vangen ervan. Zijn kenmerkende oranje tint maakt hem gemakkelijk herkenbaar terwijl hij onder het wateroppervlak glijdt. Op 3 november slaagde Andy erin om deze gewilde vangst binnen te halen na een 25 minuten durende strijd. In ongeloof en opwinding verklaarde Andy dat het puur geluk was. 6. Bijna aanvaring met een 200 pond marlijn. Niemand zou het adembenemende moment geloven dat zich ontvouwde voor Connor Cogan en zijn vrienden tijdens het vissen voor de kust van Port Stephens, Australië op Nieuwjaarsdag, als ze geen video hadden gemaakt. In de beelden bevonden ze zich in een onverwachte bijna aanvaring toen ze probeerden een woedende 91 kilogram gestreepte marlijn te vangen. De situatie nam een schokkende wending toen de enorme vis uit het water sprong en woedend naar hun boot sprong. De marlijn miste Connor maar net, bijna sloeg hij hem in zee. Connor beschreef het incident als zo dichtbij als het maar kan en wonder boven wonder ontsnapte hij ongedeerd terwijl de machtige marlijn een andere dag bleef vechten. 5. Wezen gevangen op livestream. Tijdens de livestream van de Lake Michigan Storm in een clip vastgelegd door Tim Wenzel en gedeeld op Facebook ontvouwde zich een intrigerende scène bij de Charlevoix South Pier vuurtoren. In de video, terwijl de turbulente golven tegen de pier sloegen, is een eigenaardig zwartvormig wezen te zien dat van een platform het water inglijdt om vervolgens weer op te duiken en zijn lange en slanke vorm te onthullen. Ondanks verschillende intense speculaties onthulde Tim later de waarschijnlijke identiteit van het wezen. In tegenstelling tot fantastische theorieën was het waarschijnlijk een steur, bekend om zijn donkere kleur en flexibele kraakbeenstructuur, kenmerken die overeenkwamen met de figuur in de video. 4. Visser redt zeehond. Jeremy Willey en Jeffrey Door zagen een jonge zeehond worstelen in het water, verstrikt in een warboel van groen visgerij.
Zonder aarzeling trokken ze de zeehond op een boot en begonnen aan een missie om het hulpeloze dier te bevrijden. Met de zeehond nerveus blaffend, manoeuvreerden de vissers voorzichtig om de touwen weg te knippen die het dier verstrikten. Hun medelevende inspanningen werden vastgelegd in een video gedeeld door Crystal Gamage, die meer dan 2 miljoen keer werd bekeken. Ondanks de aanvankelijke onrust van de zeehond leek het te begrijpen dat hulp was gekomen. Nadat de vissers het behendig hadden bevrijd van het visgerij, vriemelde de zeehond vrolijk weg en werd teruggezet in het water, maar niet voordat hij buikwrijving had gekregen van zijn redders. 3. Chinese Nessie verschijnt uit het meer. Rapporten van een mogelijke waarneming van een aquatisch monster in het Luoping County van China hebben een opwinding veroorzaakt, waarbij de lokale bevolking het de Chinese Nessie noemt. De korrelige, virale mobiele telefoonbeelden met meer dan 5 miljoen views tonen een schimmige figuur die opruist uit de diepte van het meer. De griezelige video laat zien wat lijkt op een mysterieus wezen dat golven veroorzaakt op het oppervlak van het meer. Nieuwsgierigheid en angst gelijkelijk aanwakkerend bij de lokale bevolking en online toeschouwers. Terwijl sommigen speculeren dat het wezen het legendarische Loch Ness-monster kan zijn dat onverwacht opduikt in de Chinese wateren, suggereren anderen dat het een Chinese alligator zou kunnen zijn. Functionarissen voeren onderzoeken uit om de geruchten van een watermonster te ontkrachten. Ondanks pogingen om de waarneming toe te schrijven aan alledaagse fenomenen zoals drijvende zakken, blijven de lokale bewoners naar de oevers van de meer stromen in de hoop om nog een glimp van de ongrijpbare Chinese Nessie op te vangen. 2. Groot insect in Shanghai. Als het niet voor de opgenomen beelden was, zou het angstaanjagende schouwspel van overmaatse insecten die over Shanghai fladderen lijken op een verhaal rechtstreeks uit een horrorfilm. Vastgelegd op een telefoon ontvouwde de verbazingwekkende scène zich te midden van de torenhoge skyline, waar 2 grote insecten, die lijken op mythische draken, betrokken waren bij een luchtgevecht. De video ging snel viraal, waardoor kijkers verbijsterd achterbleven door de enorme omvang van deze reusachtige insecten, waarbij sommigen zelfs de mogelijkheid entertainden dat het echte draken zouden kunnen zijn. Terwijl de oorspronkelijke clip circuleerde, kwamen er vervolgens opnamen tevoorschijn die het bizarre fenomeen verder vastlegden vanuit verschillende standpunten in heel Shanghai, inclusief straatcamera's die de surrealistische achtervolging vastlegden op het dak van een woonhuis. De keuze van de abonnee van vandaag is deze schokkende afbeelding die we hebben ontvangen van een van onze kijkers. Het verhaal gaat dat een groep vissers erin geslaagd is om een 2-hoofdig zeeschildpadmonster met een vervormd lichaam uit de diepte van de oceaan te vangen. Hoewel 2-hoofdige bijtschildpadden bestaan, liggen hun koppen meestal naast elkaar, in tegenstelling tot dit wezen dat 2 koppen heeft aan beide uiteinden van zijn lichaam. De onthulling van dit vreemde wezen dat alle conventionele normen trotseert, heeft wereldwijd een golf van intrige en fascinatie veroorzaakt, waarbij de geesten van enthousiastelingen en experts worden gevangen. Wat zijn jouw gedachten over deze vreemd uitziende schildpad? 1. 30-jarige steur. Christopher Bagley, een visser uit Rogersville, deed een verbazingwekkende vangst die de wereld verbaasde. Terwijl hij op meerval aan het vissen was, nabij de Horton Fordbrug op de Clinch River, haakte Christopher onverwachts een enorme steur. Het opwindende moment deed zich voor toen Christopher een plotselinge ruk aan zijn lijn voelde, wat erop wees dat hij iets buitengewoons had gehaakt. In afwachting daarvan waarschuwde hij zijn verloofde Cathy Trent om hulp bij het binnenhalen van wat uiteindelijk een 152 centimeter lange steur bleek te zijn. Wat deze vangst nog opmerkelijker maakte, was toen Bart Carter, de regionale coördinator van het visserijprogramma, onthulde dat de steur ongeveer 30 jaar oud was na een nauwkeurig onderzoek. Ondanks de opwinding rond de vangst, moest Christopher zich houden aan de wetten van Tennessee door de 30-jarige steur weer in de rivier vrij te laten. Welke van deze ongelofelijke momenten heeft je verrast? Laat het ons weten in de reacties hieronder en vergeet niet te liken, delen en abonneren als je deze video leuk vond.